wat vooraf ging in goede tijden, slechte tijden. Ik weet echt niet of ik nog verder wil met jou, Jack. Ik wil dat jij in de gevangenis verdwijnt. Ga weg. Wil je op hem wreken? Omdat hij je heeft verkracht? Het is niet waar. Als het wel waar is, dan sta ik achter je. Ze praat met zo'n stombord, omdat ze niet met ons kan praten. En nou heeft ze... Jij moet met een professioneel iemand gaan praten. En als je dat niet doet, dan ga ik alsnog naar Jack. Wil je me vertellen waarom je hulp hebt gezocht? Nou, mijn zus vindt dat ik dat nodig heb. En jij? Vind jij dat ook? Als Sjors zegt dat dat nodig is, dan wil ik dat best doen, ja. En het is nodig. Daar hebben we het over gehad, hè? Het is belangrijk dat je hier zelf ook achter staat. Dat doe ik ook. Maar ik denk dat het al een stuk beter gaat. Ik was gewoon een beetje in de war. Hoe kwam dat? Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Neem je tijd. Ik heb contact met de geest van mijn overleden vader. Hij geeft me boodschappen door. Nou denkt hij waarschijnlijk dat ik gek ben, maar het is Hou wel... je niet bezig met wat ik ervan vind. Doe gewoon je verhaal. Mijn beste vriend gaat trouwen met zijn vriendin, Nina. Ik ben niet zo aardig voor haar geweest, maar het gaat al een stuk beter. Lieverd, bagatelliseer je het nu niet een beetje? Je hebt geprobeerd Nina iets aan. Ik wilde echt niet dat hij iets met Nina zou... Geef het alsjeblieft toe. Goede tijden, slechte tijden. Het is dus waar. Jij wilde wraak nemen op Frederik en daarom kwam hij je hier bedreigen. Ja, het is waar, ja. En het is jammer dat het niet is gelukt, want het is zo'n ongelofelijke klootzak. Ja, dat weet ik, hè. Maxime. Heeft Ludo je dat verteld? Ja, en hij weet niet of hij het moet geloven. Dus Ludo heeft met Maxime gepraat? Dat betekent dus dat Maxime wilde absoluut niet dat iemand hiervan afwist. Ja, dit soort dingen moet je toch niet geheim houden? Ze is zo stom geweest. Ik ben stom geweest. Is Charlie er niet? Die heeft vanmiddag vrijgenomen. Kan ik iets doorgeven? Nee, dat hoeft niet. Ik wilde alleen iets vragen over mijn vrijgezellenavond. Oh, oké. Okay. Oh, sorry. Ja, kom maar aan. Ja. Dat hoort er natuurlijk ook bij, vrijgezellenavond. Ja. Ga je iets bijzonders doen? Dat weet ik niet. Het is een verrassing natuurlijk. Oh ja, natuurlijk. Ja. Komen er veel mensen? Vriendinnen. En Maxime. Hey, goed dat ik jou tref. Vind jij dat niet een tamelijk bizarre toestand? Jouw vriendin breekt in op mijn kamer. Dat is strafbaar, toch? En toch zit ze niet vast. Nou ja, het onderzoek loopt nog door, dus jouw dochter zal de straf niet ontlopen. Als je me nu verder wilt excuseren. Dat is niet erg professioneel, hè? Jouw vriendin een voorkeursbehandeling geven. Ik zeg toch net dat het onderzoek gewoon doorloopt? Ja, maar iemand anders had nog steeds vastgezeten. En verder hoef ik me volgens mij niet te verantwoorden tegenover jou. Nee, dat zal niet. Want jij weet ook wel dat ze een enorm domme streek heeft geleverd. Het is al idioot om zo wraak te nemen en dan mislukt het ook nog. Hoe kan zo'n hersenloos wezen mijn dochter zijn? Jij bent echt een ongelofelijke zak. Hé, hey, goed dat je er bent. Zullen we nog eens restaurant? Jack, hey, ik ga weer naar huis. Lekker bij Rick wonen, met Ricky, met Valentijn. Dat is helemaal fijn. Weer. Ja, dat is heel fijn. Ben jij oké? Okay? Ja, alles is prima. Ja? Ja. Weet je, ga nou maar lekker naar huis. Veel plezier met... Rick. Jack. Wat is er? Het is uit tussen mij en Lorena. En verder heb ik geen behoefte om erover te praten. Baruch, zegt jou dat iets? Jazeker. Ik heb thuis een landschap van hem. Er hangt een vroeg werk van hem in de collectie van het Meerhuis.
Benieuwd wat zoiets oplevert. Het is in ieder geval echt. Ja. Alsjeblieft. Dank u. Alsjeblieft. Ik begreep dat Lorena is vrijgelaten? Ja, bespottelijke zaak. In afwachting van het onderzoek, volgens haar vriendje de rechercheur. Nou ja, uiteindelijk wordt ze toch veroordeeld. Hoe eerder, hoe beter. Je bent er nog steeds van overtuigd dat ze alleen heeft gehandeld, hè? Jij niet? Nee, nee. Ik weet zeker dat ze het samen met Maxime heeft gedaan. Maar ja, dat valt nu nog moeilijk te bewijzen. Ja, misschien moeten wij ons die moeite ook maar besparen. Kijk, Lorena gaat toch voor gaas, die ontloopt de straf niet. Ik neem Carpaccio. Ik vraag me af of Maxime het hier wel laat. Ik hoef eigenlijk geen voorrecht. Spreken jullie elkaar veel? Alleen bij het ophalen en brengen van Amy. Waarom vraag je dat? Ja, is jou iets opgevallen de laatste tijd aan haar gedrag? Nou ja, iets waaruit zou kunnen blijken dat ze iets van plan is. Dat is bij Maxime altijd heel moeilijk te achterhalen. Ja. Misschien is ze helemaal niks van plan. Maak jij je druk om niks? Laten we hopen dat je gelijk hebt. Ik wilde niet echt dat er iets met haar zou gebeuren. Wees nou eerlijk. Het is heel belangrijk dat je eerlijk bent. Alleen dan kunnen we je helpen. Vind jij het prettig als je zus hierbij is? Ik wil het alleen even besproken hebben of jij hier zit als toehoorder of dat je ook deelneemt aan het gesprek. Ja, oké. Okay. Nou ja, als u het laatste liever niet heeft. Nee, dat lijkt me juist prima. Ik denk dat Wiet er iets aan kan hebben. Oké. Okay. Ik weet nou wel dat ik verkeerd ben geweest. Gelukkig heb ik dat op de tijd kunnen inzien. Ik wil weer door met mijn leven. Hoe heet jouw beste vriend? Nout. Nout, en je geeft kennelijk erg veel om hem. Ja, dat is logisch, want het is mijn beste vriend. Ben jij bang om hem kwijt te raken? Aan zijn vriendin Nina, met wie hij gaat trouwen. Ik ben hem al kwijt. Hij is... We begrepen elkaar. En we hadden gewoon altijd lol en... We konden met elkaar praten. En zij heeft alles verpest. Vind je het moeilijk om je beste vriend met iemand anders te moeten delen? Dat is het helemaal niet. Jullie begrijpen er ook weer helemaal niks van. Ik wil juist dat Nout gelukkig is. Alleen dat gaat hij niet worden met Nina. En waarom denk jij dat? Omdat mijn vader me ervoor heeft gewaarschuwd. Hij zegt dat Nina me ongelukkig gaat maken en dat ik ervoor moet zorgen dat het huwelijk niet doorgaat. En... Wat wil je zeggen? Nou, het hoort bij mij. Ik wilde het niet. Ik wilde echt niet dat er iets met Nina zou gebeuren, maar mijn vader zei dat ik het moest doen. Hij wil het beste voor mij en Nout en hij wil dat ik gelukkig ben. Lieverd, als hij wil dat je gelukkig bent, waarom zou hij je dan vragen Nina iets aan te doen? Waarom zou hij dingen vragen aan jou die je eigenlijk niet wil doen? Kun je proberen daar antwoord op te geven, Wiet? Dit werkt niet. Ja, dit werkt wel. Het is namelijk heel belangrijk dat je inziet dat de geest van Frits het niet... Hij luistert tenminste naar me. Kan ik niet van jou Jack zeggen. Ik stop hiermee. Ja, nou, ik hoop dat het een ontzettend leuk feest wordt. Ja, dat hoop ik ook. Hi. Ik heb een afspraak voor een manicure, maar ik ben geloof ik een beetje vroeg. Oh, sorry. Hi, lieverd. Hi. Hey. Ja, ik ga meteen weg, maar ik zie je snel. Ja, ik ga er ook vandoor. Lieverd, het is goed dat ik je zie. Ik wil je even wat vragen. Ik heb wat foto's van Nina nodig voor haar vrijgezellenfeestje. Dat wordt hier gehouden. En het leek me leuk om allemaal foto's op te hangen van mijlpalen in haar leven. Eerste verjaardag, paardrijles, eindexamenfeest. Zou jij die willen opzoeken voor me? Ja hoor. Ja. Ik vind het heel fijn dat je dat wil doen. Geen probleem. Ik snap dat het heel pijnlijk voor je is dat je niet bent uitgenodigd. Ik zorg ervoor dat je ze krijgt. Zo, heeft Jack je weer vrijgelaten? Waarom heb jij Ludo verteld dat Frederik gedaan heeft? Ik kon niet anders. Ik moest Ludo laten inzien wat voor hufter Frederik is. Jij had gezegd dat je het nooit aan iemand zou vertellen. Nee, ik kon toch niet anders? Met jou moeten inlaten. Je hebt alles verpest. Ja, jij doet net alsof jij het slachtoffer bent. Ik moet straks misschien maandenlang de bak in. Ik ben Jack kwijt. Maar jullie zo stom moeten zijn om dit te laten mislukken. Ik wil dat jij van nu af aan uit mijn buurt blijft.
twee koffie voor tafel of drie? Komt eraan, twee koffie. Zeg, vriend, hou jij mij op de hoogte van het onderzoek? En ik wil zo snel mogelijk mijn laptop terug. Is je maar een whisky? Ja, zeker. Weet je, maak er maar een dubbele van. Dubbele? Jij ging toch naar huis? Ja, ik ben mijn koffer aan het pakken, maar ik heb even pauze. Volgens mij heb jij wel behoefte aan een goed gesprek. Nou, zoals ik eerder zei... Is het uit tussen jou en de reden? Vervolgens zit je smiddels aan de whisky? Binnen zit jij nu te janken, van buiten ben je heel stoer. Ik ken jou toch? Weet je, soms is het goed om dingen gewoon lekker uit te gooien. Nou, zo zit ik nou eenmaal niet in elkaar. En dat weet je. Ja, dat weet ik, ja. Doe mij ook maar een drankje. Oké. Een flesje jus graag. Ja, zeker. Waarom is het uit tussen jou en Lorena? Ze heeft bepaalde misstappen begaan. Dit gaat vast over de vader. Ik weet hoe erg ze het vindt dat hij niks met haar te maken wil hebben. En ik weet natuurlijk niet wat ze precies gedaan heeft, maar ik begrijp er wel. Goed, laten we erop houden dat het een domme, emotionele, impulsieve actie was. Dan word ik ook nog even moeten oppakken. Je moet je voorstellen dat je de hele tijd denkt dat je vader dood is. En vervolgens staat hij voor je, wil hij niks met je te maken hebben. Natuurlijk is hij emotioneel. Maar als dat is hoe hij erin staat, wat heeft het dan voor zin om hem ertoe te dwingen om haar te herkennen? Om er verder nog energie aan te verspillen. Tegen mij te liegen. Hij is het niet waard. Het is een egocentrische zak die haar niet eens verdient. Ja. Ja. Weet je, soms als je dingen heel erg belangrijk vindt, dan... Ja, dan doe je niet altijd dingen die altijd even verstandig zijn. Ik weet dat jij niet zo bent, maar... Wij zijn ook niet voor niks uit elkaar, toch? Als je dit op deze manier blijft aanpakken, dan ga je iedere vrouw van wie je houdt, ga je verliezen. Jij bent bang voor de onzekerheid die ontstaat als je je eigen manier van denken loslaat. En het gevolg is dat de vrouw van wie je houdt denkt dat je geen begrip voor haar kan opbrengen en dat je gevoelloos bent. En dat is gewoon heel erg jammer. Jij en Lorena zijn leuk samen. Laat het nou niet schieten. Maar nog een whisky. Ja, en voor mevrouw nog een plezier. Dankjewel. Ludo? Rosa? Ik iets horen. Ik weet echt niet meer wat ik moet denken, hoor. Van Frederik en Maxime. Ik kan toch moeilijk geloven dat die hebben. Nee, liefje. Ja. Laat maar. Sorry. Ik kwam Nina tegen bij Charlie's. En ze begon over de vrijgezellenavond. Ja, ik verwacht natuurlijk helemaal niet dat ze me uitnodigt. Ik moet niet zo belachelijk doen. Ik moet nog aan het werk. Jij doet niet belachelijk. De hele situatie is belachelijk. En daar ga ik nu een eind aan maken. Wat ga je doen?